Vandaag is het tijd voor Grols. Bier met echt karakter. Ik ga kijken hoe het gemaakt wordt. Mijn functie bij de Grols is teamleider packaging. Ik ben verantwoordelijk voor het afvullen van onze bieren in de verpakkingsmaterialen. Zodat wij dat onder een kwalitatief goede manier naar onze klanten kunnen leveren. Ik werk zelf mee in de productie met name als aansturing van de operators techniek en organisatie. Maar hier en daar af en toe mochten we mannetje te tekort komen, kunnen we ook zelf bijspringen. Ik weet ongeveer hoe het is om aan de lijn te staan. Ik vertrouw natuurlijk op de kennis en kunde van mijn operators. Zij weten het werk. Ik zorg er als teamleider voor dat hun werk goed kunnen uitvoeren. En daar bouw ik dan meestal ook op. Dus als ik echt de vragen over de processen nodig heb, dan stel ik ze ook aan hun. Werken bij de Grolse brouwerij is vooral niet zwaar. Het is wel af en toe hectisch omdat we te maken hebben met vele productiewisselen en een groot productarsenaal hebben. Maar het is niet zwaar. We werken in ploegendienst bij de Grols, in een drie ploegendienst voornamelijk. Dat werktijden zijn vanaf 6 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags, van 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds en van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. En daarnaast hebben we enkele lijnen ook nog in een vijf ploegendienst draaien. En naarmate de vraag vanuit de markt oploopt, kan het ook nog zijn dat we meerdere productielijnen overzetten naar een vijf ploegendienst. Op dit moment in de productievloer kun je wel zien dat we meerdere heren aan het werk hebben. Maar de dames zijn net zo welkom bij ons. Ik heb meerdere dames in mijn team zitten. En die weten ook goed van aanpakken. En die doen helemaal niet onder voor de heren. Af en toe is het ook werk in het weekend. Vooral als we de planning door de week niet af kunnen krijgen. Nou, dat gaat vooral op een vrijwillige basis en in overleg met onze mensen. Maar het komt wel eens voor dat we op een zaterdag werken. Bier is natuurlijk een seizoensproduct. Je ziet voornamelijk in de zomer dat de marktvraag heel erg hoog opstijgt. En dan dalen we richting de kerst een piekje naar beneden. En volgens in de kerstperiode schieten we omhoog. En na de kerstperiode is het eigenlijk een rustige periode terug naar de zomer. Normaal gezien, als wij de zomerperiode starten, hebben we zeker wel zo'n 20% aan extra bezetting nodig. En dat schalen we weer af in de rustige periodes. Dat zal je misschien verbazen. Je denkt eigenlijk heel weinig aan bier drinken. Het is eerder dat je gewoon wil zorg dragen voor een goed productieresultaat. Ja, en dat is bij ons het bier afvullen in een fles. Maar ik heb er zelf en ook mijn collega's niet veel moeite mee om de hele dag van het bier af te blijven. Bij Grols werken we aan iets groters. We werken allemaal voor het merk Grols. Daar zijn we ook trots op en je merkt dat iedereen dat samen doet. Maar naast Grols werken we ook voor heel veel andere merken. Dus denk aan Peroni, Grimbergen, Viper en Hard Seltzer. Dus we doen hier van alles. En wij zijn eigenlijk binnen marketing bijvoorbeeld verantwoordelijk van bierfilter tot aan tv-commercial. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Bij Grols zijn we op zoek naar mensen die gedreven zijn, nieuwsgierig zijn, het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen willen halen. En daarmee bijdragen aan het succes van Grols. Maar ook zeker willen we een omgeving bieden waarin mensen hun echte eigen karakters kunnen laten zien. En met al die verschillende karakters maken wij als Grols het succes. Ja, hier heb ik natuurlijk de hele dag al op gewacht. Proost. Proost. Ja, maar ik drink hem natuurlijk niet op. Nog even aan de bak en jullie terug naar de studio.